Welkom bij aflevering 39 van Gewoon Doen TV. Vandaag staat in het teken van Helden 1.0. Straks maken we kennis met Bart Lomme. Hij maakte live muziek tijdens de voorstelling. Maar nu eerst nemen we een kijkje tijdens de repetitie. Kom erin! Oh, jullie zijn er al. We wilden net beginnen met de laatste repetitie van Helden 1.0. Als je stil bent, dan mag je even komen kijken. Kom, we gaan. Ziet. Koop dan uw kaarten op www.theaterkleinkunst.nl. En de eerste voorstelling spelen we op 22 september op de Baarsdonk. Hoiya! Hoiya! Mijn naam is Bart Lomme. Ik kom uit Grubvorst, ik ben 26 jaar. Dik jaar geleden ben ik afgestudeerd voor de opleiding compositie en muziekproductie. In Hilversum heb ik dat gestudeerd. Ik ben, als je het zo kan noemen, sinds een jaar beroepsmuzikant. Ik produceer bandjes, ik neem bandjes op en mix het af. Ik geef gitaarles daarnaast en toen zag ik een berichtje van Joep van Wegberg voorbij komen. Die had contact gehad met Bart. Dat trok wel mijn aandacht, dat berichtje. Dat vond ik, zeker ook de beschrijving die daar al stond, dat vond ik wel heel interessant. Omdat naast dat ik het idee had dat ik wel mijn steentje kon bijdragen, dacht ik ook al van hier ga ik wel echt veel van leren. Ik zie mijzelf meer als de muziek samensteller van het stuk. Wel worden enkele van die stukken die ik heb uitgekozen worden live gespeeld door mij. Ja, je zou het ook kunnen zeggen dat ik een beetje het muzikale geweten van het stuk ben. Want er zit op een gegeven moment zit er een scène in, een soort romantische scène met twee personages. En daaronder zit een beetje een Indisch getint pianostuk. Toen ik het voor het eerst hoorde, dat vond ik dat wel echt heel, heel mooi en ontroerend klinken al. En door het zelf te spelen raakt het me eigenlijk nog meer, zeg maar. Dan kun je daar echt, naast dat het als stuk op zich al een heel mooi stuk is, kun je er dan nog ook een beetje emotie van jezelf in stoppen. Ik denk een van de grootste lessen of leermomenten, of hoe je dat ook wil noemen, is dat je door met heel veel mensen aan iets te werken, door heel veel mensen te betrekken bij wat je doet, dat het eindproduct, het eindresultaat, wat dus nu de show gaat worden die vrijdag voor het eerst opgevoerd wordt, dat alleen maar heel erg ten goede komt. En dat je dan op dingen komt waar je van tevoren eigenlijk helemaal niet aan had gedacht ofzo, omdat ja, je weet ook niet alles. En ja, daarnaast is gewoon het werken in zo'n groepsverband op zich is al gewoon
Heel gezellig vooral. In onze nieuwe repetitieruimte wordt heel hard gewerkt aan de allernieuwste voorstelling. Dat is Helden 1.0. Dit is de flyer. Met op de achterkant de routekaart, voorkant de beschrijving. Kitty is heel druk bezig om de laatste hand te leggen aan de voorstelling. We gaan hem op verschillende plekken spelen. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.theaterkleinkunst.nl. Dit was Gewoon Doen TV voor deze week. Kijk je de volgende keer weer. Gewoon doen.